Hi, leuk dat je kijkt. Ik ben Ivo Spanjersberg, sportpsycholoog en werk als expert prestatiegedrag voor Team NL. In dit filmpje ga ik je laten zien hoe je op een effectieve manier kunt doelen stellen. In de sport is doelen stellen natuurlijk een belangrijke vaardigheid, maar zeker in deze tijden van coronacrisis kan het je helpen om gemotiveerd thuis aan je fysieke en je mentale ontwikkeling te blijven werken. Maar waarom zou je met doelen gaan werken? Door de hele coronacrisis ligt je volledige trainingsstructuur op zijn gat. Als je met doelen aan de slag gaat, kun je veel geconcentreerder werken en met veel meer focus trainen. Daardoor ga je jezelf verbeteren, krijg je meer zelfvertrouwen en neemt je motivatie toe. Bovendien, het is nog leuk om te doen ook. Maar hoe stel je nu goede doelen? Dan is het belangrijk om te weten dat er drie soorten doelen zijn die je kunt stellen. De eerste, dat zijn resultaatdoelen. Daarbij vergelijk je jezelf met iemand anders. Wie wint de wedstrijd, promotie, kwalificatie, dat soort zaken. Voordeel, hartstikke mooi als het lukt. Het nadeel, je hebt geen controle over het niveau van de tegenstander. Tweede, dat zijn prestatiedoelen. Dat gaat over het meten van jouw eigen prestaties. Dus hoe vaak kun je iets, hoe snel lukt iets, kilo's, percentages, maar de wedstrijdjes die je tegen jezelf kunt doen. Het derde, dat zijn procesdoelen. Dat gaat over de manier waarop je iets doet, het hoe. Dus bijvoorbeeld soepel, ontspannen lopen, laag blijven, geconcentreerd trainen, plezier hebben, dat soort zaken. Die kun je niet meten, maar die leiden als het goed is wel tot een verbetering van je eigen prestaties. En dat leidt weer tot betere resultaten. Dus sta je niet blind op die ene wedstrijduitslag, maar blijf geconcentreerd werken aan jouw eigen proces en jouw eigen verbetering. Belangrijk dat je met verschillende termijnen aan de slag gaat. De korte termijn tot de midden en de lange termijn, volgend seizoen of misschien nog wel langer. Je kunt ook werken aan verschillende aspecten. Je kunt fysiek, technisch, tactisch en mentale doelen stellen. Maar pas op, per oefening maximaal 1 of 2 doelen, anders wordt het te veel. Maar je kunt er elke dag mee aan de slag, dus ik zou zeggen, zet hem op.